De meningen over de excuses voor het slavernijverleden die vandaag zijn uitgesproken door de Nederlandse premier Mark Rutte zijn verdeeld. Journalist Richelle Magnac maakte voor u het volgende verslag. De Nederlandse regering heeft vandaag bij monden van premier Mark Rutte haar excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Hier in de ballroom van Hotel Torarica was er een livestreaming waar genodigden de toespraak van Rutte konden zien en horen. Daarbij was ook de Nederlandse minister Weerwind aanwezig. Na de toespraak van Rutte heeft Weerwind gesproken met enkele organisaties, mensen die een link hebben met het slavernijverleden. We brengen u een verslag over de meningen die leven bij Surinamers of Surinaamse organisaties. Laat me u eerst zeggen, ik was eerst ook heel kritisch. Want ik dacht, waarom 19 december? Hè? En ik had gehoord dat minister Weerwind de excuses zou uitspreken. Ik was heel kritisch en heel negatief. Maar later begreep ik, waarom 19 december? 19 december is eigenlijk de proclamatie van de excuses. Toen de slavernij werd afgeschaft in 1863, is er ook 9 maanden van tevoren de proclamatie geweest. He, dit was eigenlijk de proclamatie van de excuses. En de premier heeft voorgelezen, heeft verteld dat dat onderzoek is geweest en welke aanbevelingen er zijn gegeven. En in zijn speech heeft hij verteld waarom, gezegd waarom. En dat was bij mij echt zo van, hè, eindelijk de erkenning. De erkenning. De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind, zegt dat de bijeenkomst na de toespraak van Rutte emotioneel was. Alhoewel hij zich ervan bewust is dat er toch nog kritiek is over de wijze waarop de excuses zijn aangeboden, zou dit proces voor geruststelling moeten zorgen. De Nederlandse regering zal samen met de betrokkenen van het slavernijverleden nu een pad uitzetten voor het vervolgtraject. Het aanvaarden van de excuses is des persoon, zegt Weerwind. Het is een land dat excuses ook heeft aangeboden als regering aan de Republiek Suriname, maar ook aan alle nazaten van tot slaaf gemaakt. Het aanvaarden van excuses, zoals de minister-president Rutte dat ook heeft uitgesproken, is aan ieder persoon zelf. We hebben ook gesteld dat we nu vanaf 19 december, voor het herdenkingsjaar 2023, gaan werken naar 1 juli 2023. Daarin openen we nadrukkelijk de dialoog, hebben we ook oog voor de spirituelen. En na 1 juli 2020 houdt het niet op. Zoals de premier zei, we zijn nog vele jaren gezamenlijk aan het werk. Willen we die gedeelde toekomst, dan zullen we ook gedeeld samen de schouders eronder moeten zetten. Sintje McLeod is er geen voorstander van dat elke nazaat van slaafgemaakten persoonlijk geld kreeg. De vraag die rijst is hoe dat berekend zou moeten worden. Wel moeten er programma's komen voor de totale gemeenschap, zegt de schrijfster van historische romans. En niet is iedereen uit de Surinaamse gemeenschap. Vooral de sociaal zwakkeren. Vooral die mensen die in de achterstand leven. Die meneer heeft het zo net mooi gezegd. Opleidingen, vakopleidingen voor die jongens daar die niets hebben geleerd. He? Voor hun. He? Dus, en het maakt niet uit of ze Hindoestaan, Javaan of Chinees, dat maakt niet uit. Voor de totale Surinaamse gemeenschap en vooral voor de sociaal zwakkeren die nog steeds in achterstand leven. Daarvoor moet het zijn. McLeod is er voorstander van dat er bijvoorbeeld woningbouwprojecten komen voor een ieder die geen eigen woning kan bouwen of moeilijk de huur kan betalen. Ook ziet ze graag dat er infrastructurele projecten komen die de gehele gemeenschap ten goede zullen komen.